Hallo, hallo, dames en heren, hallo, hallo. Hallo, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. Ik heb een mededeling, Tim, zijn microfoon is kapot of is stuk. Hij heeft een nieuwe besteld, maar die komt geloof ik nog binnen. Het is een heel gedoe, maar hij zou me helpen om een nieuwe achtbaan te maken. En dit keer kan ik dus nog steeds niet een achtbaan maken. Ik vind het niet zo heel erg, want ik schaam me dood, want het lukt me denk ik toch niet. Ik ga het wel proberen natuurlijk om een eigen achtbaan te maken. Maar nu kan ik gewoon 3 achtbanen gaan gaan bereiden en daarover oordelen. Want het is de keuze. Ik ga een achtbaan openen. Het is van Dukkelekuk. Die heeft de Swoof gestuurd. Dat is een achtbaan waar je heel lang om zeurt van. Die moet je gaan spelen, Vincent. Dus vooruit, we gaan de Swoof doen. Maar er zijn dus 3 achtbanen die ik ga doen. En uit die 3 achtbanen is het jouw keuze. De kijker, jij daar, jij die nu zit te kijken. Welke achtbaan er doorgaat naar die je gewoon hebt gewonnen van deze 3. Dus dat wordt spannend. De eerste achtbaan die we gaan doen is de Swoof. En met Swoof kan je alle kanten op. Of het nou een... Oh, nou daar zijn we dan. En dit is dus de achtbaan. We gaan omhoog. En zie je een looping. Het is een heel leuk gethematiseerde achtbaan zie ik al. Ik zie water. En Duco die heeft al gezorgd voor omgeving heeft hij aangedacht. En hij heeft al boompjes geplaatst. Er staan geen boompjes op de bergen. Dat vind ik jammer. Dat had hij wel nog erbij moeten doen. Nee, maar het gaat tenslotte niet om de omgeving. Het gaat om de layout. En het is een hele aparte kleur. Zwart met geel. Ik ben heel benieuwd. We gaan de eerste daling maken. Het is een soort van giga achtbaan lijkt het op. Hij gaat lekker schuin. En dan gaan we de looping. Yeah! Lekker vaartje houdt hij erin. Scherpe bocht. We gaan over de kop in een grote kurkentrekker. En we komen weer een schuine bocht. Dat is wel gaaf. Oh, de tweede looping. Kijk eens. En nog steeds die vaart erin. Heerlijk. Oh jee. Maken we een bocht, gaan we naar beneden. Onder water. Had misschien een beetje schuin om hoe moeten die bocht. Hij heeft er rem in gedaan. Nou, dat is zeker geen hele slechte achtbaan. Het einde is wel ja, een beetje saai zo, een beetje langdradig. Misschien had hij wel een beetje heuveltjes kunnen maken en dan daar pas te remmen op het einde. Want het is wel heel lang gedeelte dat je er omheen gaat. Lijkt nu een beetje op een dark ride, hè? Maar het was zeker geen slechte baan. Hij heeft lekker breed gebouwd, lekker snel. De vaart zat erin. Dus wat ik alleen miste was eigenlijk bij deze bocht. Dat hij een beetje schuin ging hier. Dat vond ik jammer. Hij was een beetje oppervlakkig hier. Als hij een beetje schuin ging, kon hij zo schuin zo in die bocht hier zo. En dan kon je hier lekker verder gaan. Dus het einde had misschien nog hier, had hij wat dalingen mogen krijgen en zo. Hoppakee. Nou, we gaan naar de volgende achtbaan. Het was zeker geen slechte achtbaan, zo moet ik het zeggen. Maar in de volgende heet de Vredestad. Klinkt als een hele Nederlandse naam, de Vredestad. Klinkt ook als een gethematiseerde achtbaan. Ik weet niet wat ik moet verwachten, dus ik ben heel benieuwd. Vredestad. En we zitten in de Vredestad. Leuke speelse kleurtjes. En we gaan omhoog. We gaan heel erg hoog omhoog. We gaan echt heel hoog. Jeetje. Dit is heel hoog. Holy crap. Hier zou ik nooit in durven, denk ik. Het is wel echt... Oh man. Dit is... Wow. Dit is echt een hele grote hoge achtbaan. Ah. Het lijkt net of die niet recht omhoog gaat. Ja, hij gaat wel recht omhoog, maar dat er een klein knikje zit in de baan. Of het lijkt me zo. Dat is een illusie. De illusieachtbaan. De Vredestad. Ik ga eens kijken wat er allemaal is te zien. Maar het einde heeft een stuk groter rem gedeeld. Dus ik denk dat het wel een hele snelle achtbaan gaat worden. Dat hij heel veel speed gaat krijgen. We zijn bijna boven. Het scheelde eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat het echt hoog. Het is voor mij echt wel heel hoog hoor. Oh, we gaan naar beneden. Wow! Oh, wat een grote looping. Een lekker bochtje. Hele schuine bocht. En lekker hoog. Kijk eens hoe hoog we zitten, joh. We gaan een kurken trekken en dan volgen we op een nieuwe bocht. Oké, lekker schuin. Heerlijk. Oh jee, wat gaan we nu krijgen? Oh, we gaan onder de grond. Wow. Wauw. Flinke daling, nog een keiharde looping. Oh, dat kwam als een knikje, leek het net. Hoe gaat dit einde? We hebben hier een scherp bochtje. Wow, dat was een hele vervelende bocht volgens mij. Het einde was een beetje jammer. Oh, die was wel weer lekker. Die schoot, maar dit hierboven, dit bochtje was een beetje... Nee, die vond ik nou niet heel erg dat ik dacht van dat is een hele lekkere bocht hier zo.
Nee, die had wel een beetje hoger gemoeten, denk ik. Maar in ieder geval helemaal geen hele slechte keuze. Maar ik vond hem ook niet echt heel erg... Ja, ik vond hem niet zo heel goed eigenlijk. Ik weet niet waarom, maar hij was misschien te overdreven, denk ik. We zien het ook hier aan het karretje. Hij gaat echt heel langzaam in één keer. Maar toch is hij niet super lelijk. En hij ging best wel vloeiend, soepel. Maar ja, we gaan naar de volgende, laatste achtbaan van deze drie. En de laatste achtbaan is de Vogelrok. Ik ben benieuwd, de Vogelrok uit de Efteling misschien wel. Ik neem aan van wel, weet je wel, de Vogelrok, anders zou je het niet zo noemen. Of misschien is het wel een soort van uniek idee dat ze, zeg maar, het gebaseerd is op de Vogelrok. Dat kan ook. En het heeft wel de kleuren van de Vogelrok. Dus, dat klopt. Maar, ja, dit kan wel ongeveer kloppen. Het zou wel gaaf zijn als het echt uniek de achtbaan echt is, zeg maar. Want ja, het heeft heel veel bochtwerk. En volgens mij klopt dit wel aardig. Want de eerste bocht moet links naar beneden gaan. Oh, dit is wel een hele aparte. Volgens mij klopt deze layout wel. Nee, hij klopt niet. Het wordt ook een beetje een darkheid in mijn kamer in één keer. Ja, dat is heel raar om een achtbaan niet in het donker, in een omgeving te zien waar je bent gewend. Maar het was zeker een slechte keuze. Maar ik denk toch, als ik uit deze drie moet kiezen, dat ik voor de eerste ga van Dukelekuuk. En dat is omdat ik dat wel eigenlijk van deze drie wel de vetste achtbaan vond. En ik hoop dat je, ik ben benieuwd wat jullie stemmen in de comments. Laat het weten welke achtbaan jullie het leukst vonden. Was het namelijk die van Duco? Was het, ik zal de naam even erbij pakken. Was het de Zwoef? De Verenigde Stad of de Vogelrok? Laat het weten in de comments. En dan ga ik ze zeker lezen. Bedankt voor het kijken naar deze No Limits aflevering. En tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en te abonneren in het midden van het scherm. Doei doei!